Goedemorgen. Dank voor je doen. Ik ben met de uitstappen blijven haken. Ik ben een keer teruggekomen. Ja, uitstappen waarvan? Vanuit de lift, zeg maar, bij zo'n bouwlift staan. Ja. En daar bleef ik ergens achter haken, dus precies met mijn enkel dubbel. Okay. Ik zou eigenlijk van een bouwlift afstappen. Ja. En dan blijf ik met mijn voet achter hangen, achter een klep. Ja. Ja, dan val ik vanaf, kom precies verkeerd op mijn enkel terecht. Ja. Ja, gelijk vreselijk pijn. Oké. Ja, ben je nog op kunnen staan sinds die tijd? Heel weinig. Helemaal niet meer? Echt zeer. Ja. In het begin nog wel even, maar daarna nou, kon ik het niet meer houden. Oké. Hartstikke zeer. Je lijkt me een taai, hè? Dus het zou ook eigenlijk wel pijn. Oké. Dan hier, deze? Nee, dat niet. Wat een mij. Het is echt op die kant, op de zijkant van het... Ja. Hij loopt hier een bot, die loopt door. Ja. Als ik nou hier op duw? Nee, dan voel ik niks. Dan voel je niks. Oké. Okay. Draai meer de onderhand hier zo. Ja. Daar doet echt het meeste zin. Oké. Okay. Zo, hier deze weg. Ik loop hier stage. Ik wil het even overleggen nou met de assistent zelf. Goed. Even denken. Ik denk dat de banden die hier lopen, mm-hmm. die sowieso een beetje verrekt zijn, misschien ingescheurd, dat weet ik niet. Maar misschien dat we voor de zekerheid een foto maken, maar daar wil ik even over overleggen. Dit? Niet echt. Ik denk dat het meevalt. Ik denk dat je enkelbanden ingescheurd zijn, maar ik denk niet dat er wat gebroken is. Je krijgt een drukverband, mm-hmm. moet je je enkel een paar dagen hoog houden. Mm-hmm. Als de zwelling niet toeneemt, dan mag je daarna... na 5 dagen ongeveer gewoon gaan belasten op geleide van de pijn. Been lekker omhoog thuis. Dat zal wel lukken. Dat zal lukken, ja, is mooi.